programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer heb ik Karin Marijnissen van Woonvizier op visite. Zij is buurtbeheerder geworden. Karin, buurtbeheerder, wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat ik heel veelvuldig in onze 7 dorpen aanwezig ben. Ik let op of dat het allemaal veilig is, de leefbaarheid, sociale zaken. Als die er spelen, dan ga ik bij mensen op huisbezoek. Ja, het gaat van een brandgang en een voortuin tot overlast die mensen kunnen ervaren waar ik mee in gesprek ga. Karin, ik hoor jou zeggen van naar die dorpen toe. Ga je ook echt veel naar mensen toe of zit je veel op kantoor? Ja, ik ga heel veel naar de mensen toe. Mm-hmm. Als huurder ergens een probleem mee hebben, bijvoorbeeld met overlast, of als ze een zorgmelding hebben over omwonenden, dan ga ik inderdaad op huisbezoek. Oké, okay, ik hoor jou een zorgmelding. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Ja, het kan natuurlijk zijn dat er een voortuin en een achtertuin niet goed onderhouden wordt. Mm-hmm. Ja, dat kan een aantal redenen hebben. Het kan zijn dat mensen daar de tijd niet voor vinden of het niet zo belangrijk vinden. Maar het kan ook een indicatie zijn dat er iets meer aan de hand is. Ik wilde net vragen, gaat het dan alleen om zorgen over voortuinen? Of kan het ook zijn omdat ik me zorgen maak om een buurvrouw, buurman? Ja. Dat gebeurt ook. We krijgen ook wel eens meldingen dat er veel geluidsoverlast is. Dat kan zijn van muziek, maar dat kan ook zijn van ruzies. En dan ga jij bij de mensen op bezoek? Ja, dan ga ik luisteren. En dan ga ik aanhoren wat er aan de hand is. En dan bekijken we meestal op kantoor met mijn collega's. Bekijken we dan even, nou, wat gaan we doen? Is het iets voor Woonvizier? Mm-hmm. Of ga ik onze samenwerkingspartners inschakelen? En dat is... Waar moet ik dan aan denken, aan samenwerkingspartners? Nou, Lilian van Dorpsgericht Werken. Kan zijn dat we iets... willen verbeteren qua voortuintjes en dat kunnen we dan samen doen. Dan trekken we samen dan op. Inderdaad. Maar we hebben ook heel vaak de BOA nodig, de wijkagent, de jongerenwerkers. Andere en, collega's van de gemeente en van allerlei organisaties. Ja, de afdeling Groen natuurlijk ook. Ja. Maar ook de, de zorgpartijen. Ja. Centrum Jeugd en Gezin bijvoorbeeld. Of de GGD. Ook als jullie daar, jij komt daar en je denkt van ik heb het gevoel, ook die kinderen die hier zijn, het voelt niet veilig. Dan ga jij er ook mee aan de slag om die melding in ieder geval te doen. Ja. Of in ieder geval contact op te nemen met een organisatie. Oké. Okay. Ja. Dan vraag ik me af, Karin, van wie krijg jij nou die meldingen? Ja, dat is heel divers. Het is wel zo, als het gaat om geluidsoverlast, of wat we nu ook heel veel krijgen, is hondenoverlast. Dan heb ik het natuurlijk over mensen die een pup hebben gekocht en nu weer aan het werk moeten. Hè. Dat is helemaal geen probleem. Je mag een huisdier hebben, alleen hij mag geen overlast veroorzaken. En als zo'n hondje de hele dag blaft als de eigenaar naar het werk is, dan sommige mensen die thuis werken of mensen met kleine kinderen, die worden daar natuurlijk helemaal... Dat is niet fijn. En de mensen thuis die nou denken van, maar ik heb eigenlijk ook wel iets. Hoe kunnen die jou bereiken? Het handigste is om even naar kantoor te bellen. Ja, het nummer vinden mensen hieronder in beeld. Dat klopt. En dan komt hij bij jou? Dan komt de collega's van de klantenservice nemen dan de melding aan en dan... kijken zij even wat voor prioriteit het heeft. Een voortuin of ernstige overlast zit nogal een verschil in. En dan krijg ik inderdaad een klantenmelding in ons systeem. Daar zetten wij ook alle informatie in. En daar ga jij mee aan de slag. En daar ga ik mee aan de slag. Ja. En jij bent nu bijna een jaar werkzaam als buurtbeheerder. Ja. Heb je iets waarvan je zegt van, dit vond ik zo leuk, dit vond ik zo gaaf? Vertel. Ja, wij... We hebben natuurlijk onze dorpen in Brabant. Mm-hmm. En wij hebben het altijd over de Brabantse gastvrijheid. Dat willen wij zelf ook zijn als Woonvizier. Mm-hmm. Hartelijk, verbindend, gastvrij. Persoonlijk contact en naar de mensen toe. En dan kom ik bij een gezin uit een ander land. Dit toevallig uit Iran. En dan kom ik daar en dan staat daar de koffie, de thee en het gebak op tafel omdat er bezoek komt. Ja, dan word je zo warm ontvangen. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja. En vanwege wat jij daarnet zei, dat gastvrije, dat is ook denk ik mede de reden geweest om jou in deze functie weg te zetten. Hè? Want voorheen kende Woonvizier deze functie niet. Nee. Merken jullie daar iets van binnen de organisatie en bij huurders dat gewaardeerd wordt, deze functie? Ja, want op het moment dat je een melding doet bij Woonvizier
En je doet het af met een mail, dat kan natuurlijk ook. Als je bij mensen op huisbezoek gaat, dan krijg je veel meer context. Met andere woorden, dan merk je veel meer dan dat iemand bijvoorbeeld last heeft van iets in de omgeving. Meestal zit er iets achter. Anders achter. En ja. Daar kom je dan vanzelf in een gesprek, kom je erachter. Ja. Of je moet eventjes naar de andere partij, daar ook eventjes gaan luisteren. Ja. En dan gaan we kijken of dat we iets kunnen betekenen. Vind ik een mooi bruggetje eigenlijk, want stel dat jij er niet aan uitkomt. Hè? Ja. Mensen hebben ruzie en jij hoort allebei de partijen en denkt van ja, dit is iets waar ik me niet in vast moet blijven. Wat doe je er dan mee? Ja, nou dat klopt natuurlijk. Ik probeer het één keer. Hè. Dan ga ik hoor en wederhoor doen. Dan ga ik bij allebei op huisbezoek. We geven wat tips. Ik kan wel iets coachen, maar ik ben geen coach. We hebben inderdaad buurtbemiddeling in de gemeente Drimmelen, maar gelukkig ook in de gemeente Moerdijk. En daar werken we natuurlijk nou mee samen. Op het moment dat het na één gesprek of twee gesprekken niet meer lukt, zet ik het door naar... Daarvoor hebben we ook samen met jullie en met de politie buurtbemiddeling ingeschakeld. Ja. Dan kun je altijd via de gemeente, als dat nodig is, ook zelf terecht. Ja. Karin, ik denk dat je in ieder geval heel duidelijk en ook heel enthousiast hebt gemaakt wat die buurtbeheerder kan betekenen. En ook dat jullie thuis die buurtbeheerder gewoon in kunnen schakelen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En jullie zie ik graag volgende maand weer. Dank je wel.